Lotte, wij gaan kruiptoernooi spelen. Ik en Yusuf doen wel mee, maar Ilias helaas niet. En we gaan nog mensen interviewen. Dus het wordt een leuke dag vandaag. Joehoe! Vandaag sta ik hier. Ik hoop dat jullie mij allemaal kunnen zien. Ik ben heel blij dat de kinderen hier voor staan, zodat jullie mij goed kunnen zien. Dus nogmaals, welkom. Fijn dat jullie hier zijn. Ik ben super blij dat er zoveel mensen zijn. Kinderen, jongeren, ouders, docenten, directeuren, bestuurders zie ik. Dus welkom. Welkom in de overkant. Welkom in ons huis. Welkom bij de plek waar Rijsselhaven University zit en 3 dagen in de week actief is. Waarom zijn we vandaag hier? Ik denk dat het super bijzonder is dat we hier samen mogen komen tijdens de Kinderboekenweek. En dat wij als Rijsselhaven University in samenwerking met de schrijver. Dames, achterin, de afspraak is, als ik jullie hoor, ga je een liedje zingen. Twee. Ja? Dankjewel. Het is super, super fijn dat we hier zijn en dat we tijdens de Kinderboekenweek een boek kunnen overhandigen. Heel kort, wie zijn wij? Wij zijn Rijsselhaven University, zitten hier 3 keer in de week. We houden ons bezig met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en zetten daarin vooral onze jongeren die aanwezig zijn, die zetten wij in. Wij geven 3 keer in de week huiswerkbegeleiding, dinsdag, woensdag en donderdag. En dat combineren we met sport. Waarom sport? En dat is denk ik ook een heel mooi bruggetje straks naar het boek. Zij hebben verleden in het betaald voetbal. Ze hebben tot mijn 24e betaald voetbal gespeeld. Wat super mooi was. En daarom is sport een heel belangrijk onderdeel in mijn leven. Wat moet ik nog meer zeggen? Wat kan ik nog meer zeggen? En dat is denk ik wat heel bijzonder is. Nogmaals, Melvin Kolder. Applaus voor Hattin en Romaita. Dank u wel. Hoe gaat het? Het gaat nu wel goed, maar ja, we spelen ook halfveld van Cruijff. Met kleine koortjes, dat is niet zo fijn. Maar hier moeten we het mee doen. Ik mag ook niet eens mijn handen gebruiken. En zijn handschoenen mogen lekker optypen. En het gaat heel goed. Ja, en jullie gaan zo meteen wedstrijd spelen. Ja. Dus gaan jullie winnen? Ja. Oké, is goed. Doei. De kinderen in deze grote groep. En die zijn bijzonder omdat ze in dit boek, dat gaat over een jongen die voetballer wil worden. Kunnen meisjes ook voetballer worden, jongens? Ja. Ja, hè? Heel goed. Maar dit boek gaat wel over een jongen die voetballer wil worden. En op de kaft staan 2. Wat zie jij? Ik zie een jongen en een meisje. Jee. Toch, als je leest, dan lees je jongen. Maar er staat wel degelijk ook een meisje bij. En die kunnen hebben we laatst gezien, hè. Die zijn namelijk kampioen geworden. Vrouwen kunnen heel goed voetballen. Waar zijn de meiden? Yeah. Meisje. En de jongen. Kijk. Zijn jullie trots dat jullie hier op de kaft van het boek? Vertel eventjes wie je bent en waarom jij nou hier op de kaft van het boek staat. Ik ben Romaita. Volgend jaar gaan we lezen, hè, jongens. Gaan we het doen? Ja! Okay. Dan gaan we dus. Dat doen we iets met die pen. Oké. Dan gaan we de eerste boeken gaan we uitreiken. En die reiken we natuurlijk uit aan Hattin. En dan ben ik jouw naam kwijt. Aan Hattin en Romaita. Want die hebben mede dit boek tot stand gebracht. In ieder geval meegewerkt.
ik weet niet of de schrijver er ook is. Klaus, waar staat hij dan? Ah. Ja, ik heb u al aangekondigd als de jongen die burgemeester wilde worden, maar toen was u er nog niet. Dus kijk. Ik wist niet of u voetballer wilde worden vroeger. Anders had ik daar. En hij gaat geen linkerbenen nood had geworden. Maar jongens, dit is de schrijver van het boek. Geef me even een tafel applaus. En een David applaus aan Romeisa en Hertin. En nog eventjes een applaus aan de universiteit van Prinsenhaag. En dan gaan we nu het boek, gaan we het boek uitreiken. Dat moet natuurlijk mooi op de foto. En dan draag ik de microfoon over. Even kijken. Alle jongens zijn hier, ey. Doe die petje, wat gaat geld op van die. Alle jongens zijn hier, alle jongens zijn hier, ey. Had je boel voor, doe voor de plezier. Alle jongens zijn hier, alle jongens zijn hier. Laat je horen. Team 11, 12 jongens om me heen, ik ben veilig. Zij zorgen dat ik koud blijf, want ik ben niet veilig. Alle jongens in de bek, hebben mijn bek, dat is een fact. Dat is een fact. En alle jongens om me heen, één voor één, dat zijn soortjes. We delen alles wat we hebben, dat is een coachje. In de ijs groeien we om, dat is die life. Bye, jongens, die makkelijk je wife. Nu moet je huilen, big man, ze is weg. En blijkbaar was je niet die goed in het echt. Nee, je bent niet aan dat je zo vaak uitgaat. Je bent een bitch, nee, daarom dat je veel praat. Al mijn jongens in de buurt, nog niet zijn niet zo. Je kan niet tippen aan ons, alles geeft je dood. PCK, focus dit, dan voor de NL show. In 3, 2, 1, al mijn jongens zijn hier, al mijn jongens zijn hier, ey. Had je bom voor het halen, maar jullie moeten doen voor vechten. 100 keer vallen, 101 keer opstaan, hebben jullie dat gehoord? Allemaal gewoon! Ja. Is goed, oké, dan gaan we gelijk verder. Check. Aan het rennen, aan het werken tot mijn hart niet meer klopt. Begon een beetje graag, maar de boys maken toch brood. En of ik me gedrag of niet, ik zie alleen succes. We zijn gekomen van de bodem, wonen hoog in fles, dat is ironisch. Maar waar de realiteit? Die meid die heeft een bakka die me best wel verleidt. Een dikke bakka brengt me echt nooit een dikke bak. Dus weggedwongen maar te skippen. Als we staan je vat. Soep zonder verpakking, dikke vullen zetten aan. De shawty wat vindt u vandaag van deze dag? Nou, dit is een hele mooie evenement. Want het gaat over sport. Maar het gaat ook over lezen. En over dat jongens en meisjes ook alles kunnen bereiken wat ze willen. En zo bijvoorbeeld in het voetballen. Want heel vaak denken mensen dat meisjes niet kunnen voetballen. Maar die broek zegt eigenlijk van wel. En het is een week waarin ja, lezen heel veel aandacht heeft. Dus ik hoop dat dit inspireert. En dat kinderen eigenlijk ja, na vandaag blijven lezen. Want lezen is wel belangrijk. Ja, ik vind het gewoon hartstikke mooi. Ik vind sowieso dat PCK University gewoon heel veel mooie dingen doet met jongeren en kinderen. Want het belangrijkste wat je kunt doen is je best doen op school. Leren, leren. En dan kun je alles worden wat je wil worden. Maar het begint wel bij onderwijs en je best doen op school. PCK University helpt daar ontzettend goed bij. Dus ik ben ontzettend blij en trots op wat zij doen. Dat was het. Kom op, ga je eten? Ga je iets maken? Nee, jongens, wat nou? Ja, ga je ja, toch wel hier komen. Kijk, al die meisjes bij die kool staan dan. Je gaat winnen, toch? Hemi, je gaat winnen. Ja!